iedereen die het ziet, die vinden het toch, toch wel een apart systeem. Dus we komen allemaal kijken van wat ben je aan het doen. Sen tufanlar çağlayan sonsuz bir deniz, ben senin koynunda gemi. Sen bana hamudan aziz, ben kaldım sana yat kimi. Sen tufanlar çağlayan sonsuz bir deniz, ben senin koynunda De indruk toen ik hier voor het eerst kwam was dat het een enorm groot module is en dat je toch met redelijk weinig materiaal het zover kan verplaatsen. De meeste mensen als ze de topsite zien, die kunnen zich niet voorstellen dat die twee dagen later op 12,5 meter staat. Over twee dagen staat hij er toch. We zijn hier in Baku aan de Kaspische Zee. Achter mij staat het Istazeri-platform. Dit is een boorplatform dat op de Kaspische Zee olie gaat boren. This particular deck will give us 260,000 barrels per day, and it's all part of the field, full field development to give us 1 million barrels of oil by 2008. En de komende dagen gaan we het platform van 3,5 meter naar 12,5 meter vijzelen. Wij als Mammoet hebben een speciaal vijzelsysteem hiervoor gebouwd. En dat bestaat eigenlijk uit 8 verschillende units die iedere unit 2400 ton op kan vijzelen. Alvorens wij met het vijzelen starten, wegen we de topsite eerst. Dat doen we met hetzelfde systeem om het totale gewicht te bepalen en de center of gravity. De weegapparatuur is geëikt, het is gecalibreerd, er zijn ook certificaten van. Dat is een heel erg belangrijk gegeven. Deze topsite zal ongeveer 16.100 ton wegen tijdens het vijzelen. Dat is ongeveer op 85-90% van dit equipment. Dit equipment is eigenlijk speciaal gebouwd voor dit project hier in Baku. Really, Mammoet came along with a tailor-made design for our needs.
today, this is the second day of a three-day jacking program. Yesterday and today we were weighing the deck. We should get 9 cans today, and tomorrow we will complete the last 3 cans and complete the jacking program. De start van dit vijzelwerk is op 3,5 meter. Dat is de ideale bouwhoogte voor McDermott. Het grote voordeel van hier is dat de bouw loopt eigenlijk gewoon door van het platform. En de klant ondervindt weinig tot geen hinder van onze werkzaamheden. Door het platform op 3,5 meter te bouwen en daarna omhoog te vijzelen tot 12,5 meter voor het load-out frame, besparen zij een heel hoop geld, energie en ook voor de veiligheid. From a technical and a safety aspect, this is a far superior system than the alternatives, mainly because of the automation that they've introduced to the system. And the automation means that there's less people involved, which reduces the risk of accident. Klik op de knop en alles gaat volautomatisch omhoog en omlaag indien nodig. Voor het opbouwen zijn we dus 3 weken ongeveer met 4 man bezig. Tijdens het vijzelen 3 dagen lang zijn we ongeveer met 10 mensen op site. En tijdens afbreken ook. En wat we eigenlijk doen is iedere keer een stap omhoog maken van 60 centimeter. En na die 60 centimeter komt er iedere keer een stukje kolom onder. Now I believe this is a completely new system. I've never seen anything like it before. De manier waarop wij deze platform naar 12,5 meter brengen is wel uniek. Daar zijn we wel de eerste mee die het op deze manier doen. Dus complete bouw ook van het push-up systeem bij Mammoet. Dus het erg slim aangepakt. Alle mogelijkheden uit staal, software en hydrauliek samengebracht. Het systeem dat werkt nu feilloos. Tot op heden de zwaarste topsite die we gevijzeld hebben, maar er zit nog reserve in het systeem en het is modulair opgebouwd, dus we kunnen het eventueel ook uitbreiden met nieuwe units. Based on what I've seen here, I think we can. De relatie met de klant is hier erg goed en dat is denk ik ook mede te danken aan het engineeren van het totale systeem, dat het in samenspraak met McDermott is gebeurd. This is the accumulation of 5 years of team effort. We had lots of discussion about the design, lots of discussion. We still have lots of discussion about have we evaluated the right risks, are we mitigating the right risks. Bij dit soort werk is de wind ook zeker een probleem. Baku, dat is kennelijk een vertaling van de winderige stad. We sit down every day, every morning to evaluate the wind speeds that are coming through here. Azerbaijan is known for weather that can blow up within 15 minutes, and we have to be extremely careful with wind. It does look frail, but it's a good design. It'll take winds up to, I believe, 25 meters per second. Wanneer de topsite op 12,5 meter staat, dan lijken het wel luciferpootjes die onder een groot gevaar te staan. De verhoudingen lijken niet juist, maar ze blijken wel juist te zijn. There's so much engineering and thought gone into how we're going to do this that I believe the process is pretty safe. Als wij zeggen dat we het dek recht naar boven drukken, dat we dat ook recht naar boven drukken. En niet 1 centimeter scheef, nee, dat we het dan ook recht doen op het juiste tijdstip zoals dat afgesproken is. We both have the same goals and I believe we've cooperated together to achieve what you see here today.
met z'n allen. Dus van degene die achter de computer zit, tot de projectmanager, tot degene die de kan erbij rijdt. Het complete systeem bestaat ongeveer uit 42 containers. Alles is gecontainerseerd. Dat maakt het transport zeer makkelijk. I think what's impressed me most about Mammoet is the way that they plan everything to go in the back of a lorry. And this takes real skill. This ability to take these jacking frames and to bolt them together into a 20-foot container load is it always never ceases to amaze me. Het module van de kant op de bak aan het sleeën. En dat is eigenlijk ja, de loadout van de kant, de bak op. Mammoet zal deze loadout verzorgen door middel van het ballastsysteem. Dus om het ponton te ballasten en door middel van strandjacks om het complete module op de bak te trekken. We doen heel veel hijswerkzaamheden daarmee. Dus gewoon dingen rechtop hijsen en in dit geval wordt ze horizontaal gebruikt. We hebben op deze bak 18 pompen staan met ieder een capaciteit van 1000 kuub per uur. Bij de loadout gebruiken we 4 strandjack units. Dat zijn 900 tons strandjacks. En die gebruiken we voor het trekken. Dus daarmee trekken we het module de bak op over de sleebanen. In huis ontwikkeld. De slangen, de buizen, de motoren, alles hebben we zelf in eigen huis ontwikkeld. Motoren hebben we spare staan, pompen hebben we spare staan. Dus als er iets falen, dan wisselen we dat uit. En dat is in een paar minuten gedaan. Nou, al zou je natuurlijk te veel of te weinig water eruit gepompt hebben en je pakt het module van de kade af. Dan kan je bijvoorbeeld als je aan de ene kant te weinig water erin of eruit gepompt hebt, dat die capsized. En dat wil je niet meemaken. Dat hebben we ook nog nooit meegemaakt. Oké, nou dan is het alleen bij unit 3. Van 1 pomp. Alles wordt gecheckt en gedubbelcheckt. Zoiets ook nog nooit gezien natuurlijk, dus dat we met een laptopje zo een ponton van 150 meter even ballasten. En dan, ja, dat is toch wel imposant natuurlijk. En je bent met 3 man en dan zet je hem een stuk van 17.000 ton erop. Dat is toch wel iets unieks, ja. I think the people that work in Mammoet are very clever. They have to be to come up with a good system like this. That's a loadout complete, just touched the stops. Yeah, a textbook loadout was perfect. Thank you.
Thank you, Manoj.